Marenka, we gaan zo meteen iets zien van jouw optreden op het Control Arms Festival. Kun je iets vertellen over wat het festival of het concert inhoudt? Het was een benefietconcert van Amnesty International tegen de wapensgebruik in de wereld. En ze hadden geld verzameld om actie te voeren tegen de verspreiding van de wapens in de moderne wereld. De wereld is eigenlijk misschien niet eens heel erg veranderd, maar we weten veel meer over hoe erg het is. En gelukkig, doordat we zoveel weten, kunnen we ook veel meer ingrijpen. En ik hoop dat bij dat soort acties kan inderdaad een resultaat opgeleverd worden. En mensen kunnen inderdaad geholpen worden. En inderdaad kan iets beters gedaan worden voor de wereld op zich. De actie is heel goed verlopen. En succesvol. Voyage. Moskou. Je bent dus Russische zangeres. Hoe zou je muziek beschrijven? Het is waarschijnlijk een crossover, multiculturele crossover. Eigenlijk multiculturele is zo'n woord die je wel bijna niet meer gebruiken, want het wordt misbruikt tegenwoordig heel veel. Maar goed, het is multiculturele crossover tussen East en West. Combinatie van verschillende stijlen. Ik heb heel veel invloeden gehad, omdat ik zo'n opleiding achter de rug heb. Een hele brede opleiding van klassieke muziek tot en met jazz en popmuziek. En ik ben ook eigenlijk actrice, ik heb kleinkunst gedaan. En dus alles loopt door elkaar.